tuurlijk. Oké, we gaan met Galaten verder. En we hebben vorige keer gesproken over de aanneming tot kinderen. Hè? Dus dat is God die zijn kind tot een zoon verklaart. En hij eindigt in vers 7. En dan sluit het af met zo dan. Gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus. Dus ja, wij zijn kinderen van God en daarom heeft hij zijn Heilige Geest ons gegeven, waardoor wij nu kunnen zeggen, Abba Vader. Ja? En ook in zijn plan kunnen meedoen, vrijwillig. Ja? Want kijk maar even in Romeinen 8. Ja? Ik wil iets over zeggen. Romeinen 8 vers 13 tot en met 17. Over dat zoonschap, want hier in Romeinen spreekt hij er ook over. En hij spreekt, in Romeinen 8 spreekt hij over de Heilige Geest. Ja? Want hij eindigt in Romeinen 7 met, ik ellendig mens. Wie kan mij verlossen van dit lichaam des doods? Ja, hoe kan ik nou toch die zonde in mij overwinnen? Nou, dan zegt hij, daar heeft God de Heilige Geest voor gegeven. En die weten, die werkt altijd samen met het woord. Ja? Het zijn de woorden van de Heilige Geest die hier opgeschreven staan. Het is geïnspireerd. En dan zegt hij in vers 12. Zo dan broeders, wij zijn schuldenaars. Niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Zie je dat? Wij hoeven niet meer naar het vlees te leven. Wij hebben nu Gods Geest samen met het woord en waarheid recht gesneden. Kunnen wij nu het vlees, hè, de zondige begeert in mij, kan ik overwinnen nu? Dat wil zeggen, het vlees begeert mijn zonde. Het vlees dat is gewoon je oude zondige mens. En dat wil alleen maar dingen die God niet wil. Voorheen kon ik dat niet overwinnen, voordat Gods Geest in me woonde. Toen ik gelovig werd en ik kwam onder de prediking van het Koninkrijk, Evangelie van het Koninkrijk, toen zat ik weer onder de wet. En dan werd mijn vlees juist weer bekrachtigd. Toen kwam ik eenmaal tot de kennis van de waarheid met de boodschap van genade. En toen kreeg ik een kracht in mij die wel dat vlees, die zondige begeerte, wist te overwinnen. Waarvoor ik daarvoor altijd heen gestreden had en elke keer weer tot de conclusie kwam dat het niet ging. En Paulus zegt nu dus ja, in vers 13, want indien gij naar het vlees leeft, dus dat is mijn dagelijkse leven, zo zult gij sterven. Ik ga niet letterlijk dood, maar geestelijk sterf ik dan. Gods geest werkt niet in mij als ik in het vlees ga leven. Dat is een keuze die ik maak. Of ik doe de Bijbel dicht en ik denk, nou, ik vind het allemaal wel best. Ik ga mijn eigen gang. Of ik ga onder de wet. Ja, en dan ga ik in het vlees leven. En dan zal ik geestelijk sterven. Gods geest wordt in feite geblust in mij. Maar indien gij door de geest de werking des lichaams doodt, zo zult gij leven. Zie je? Hoe dood ik de werking van het lichaam in mij? Dat doe ik door de Heilige Geest. Nou, dan zal iedereen gelovig in het christendom, het lichaam van Christus, zal dan ja op zeggen. Maar wanneer werkt de geest? Dat is het punt. Niet onder de wet. En dan zegt hij, want, zie je weer het woordje want. Gaat hij weer uitleggen wat hij daarvoor zegt? Want, omdat zou je ook kunnen zeggen. Zovelen als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen God. Wie zijn nu de ware zonen, kinderen van God? Want hij spreekt hier over, daar verder over het zoonschap. Dus een zoon, een volwassen zoon, een volwassen kind van God. Wanneer ben je dat? Als je door de geest God geleid wordt. En wanneer word je door de geest van God geleid? Nou kijk in vers 15. Gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid. Wanneer heb je de geest van dienstbaarheid? Van slavernij, van angst, als je onder de wet bent. Met andere woorden, dan word je niet door de geest geleid, broeders en zusters. Helaas, ik kan het ook niet helpen. Maar iedereen die afwijkt van de apostel Paulus, komt onder de prediking van de wet of van de eerste beginselen van de wereld, wat we zo meteen gaan zien in Galaten 4. Dus wie zijn nou de ware kinderen? Wie zou kunnen zeggen, zovelen, dus iedereen die door de geest Gods geleid wordt, die zijn kinderen Gods, daar zegt hij eigenlijk mee, dat zijn de ware kinderen van God. Dat zijn de ware zonen van God. Want ze zitten hier met broeders en met zusters. Maar een zuster is ook een zoon van God.
denk je, hoe kan dat nou? Wij praten hier niet gewoon kinderen, wij zijn kinderen van God, maar over het zoonschap. Dat wil zeggen, jij hebt de positie van een zoon en van een erfgenaam gekregen. Ik weet mijn dochter, ik heb 3 zoons en een dochter. En voor de grap, mijn zoons die hebben mij altijd geholpen met vloeren leggen in de vakanties, maar niet één wilde mijn zaak overnemen. Oké, dat kan. Vroeger was het automatisch, hè? Vader of zoon gewoon. Dat stond gewoon vast. Jij neemt die zaak over. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Ze zien veel te veel wat je er allemaal voor moet doen waarschijnlijk. Dus ze zeggen, pap, de groeten. Maar dat meisjes dat opvoerden, dat was niet zo vanzelfsprekend. Nu zie je dat wel eens. Maar ze zeiden ook al eens, pap, misschien kan ik dan wel eens, misschien kan ik de zaak wel overnemen. Ga ik vloer leggen? Ze zeggen, dan ga je met mij mee. Ja? Het is nooit gebeurd. Want ik heb haar ook niet tot een zoon verklaard. Want dat was een grapje. En ze had er ook niet echt interesse in en zo. Maar stel je voor, ze had gedaan. Had ik haar net meegenomen. En dan had ik haar op een gegeven moment, had ik haar tot een zoon verklaard. Met andere woorden, dan had ik met haar, had zij dan bijvoorbeeld, had ik een contract samen afgesloten hebben. En dan zouden wij een firma geworden zijn. En dan had zij evenveel zeggenschap in de onderneming als ik. Dat is in feite wat God zegt, ja. En dan was het mijn dochter geweest. En die had dat hetzelfde gedaan als dat bijvoorbeeld mijn zoon het had gedaan. Dus had ik haar in Gods termen tot een zoon, tot een erfgenaam verklaard, die dan dit zou voortzetten. Als een volwassen iemand. En kijk, en dat is dus ook voor de zusters hier. Jullie zijn tot zonen verklaard en je bent een ware zoon van God als je door de geest Gods geleid wordt. En Gods geest die gaat jou leiden als jij je begeeft onder de prediking van Gods genade. En dat zijn de brieven van Paulus. Dan gaat de geest in je werken. Iedereen zal bevestigen die uit een andere prediking, andere evangelie vandaan komt, onder de prediking van Gods genade, zal gelijk merken, daar gebeurt iets in mij. Ik word bekrachtigd, ik word gesterkt. Ik krijg zekerheid, ik krijg zicht op Gods plan. Ik weet waar ik wel en niet voor hoef te bidden. Ik weet nu wat wel en niet voor God is. Ik weet nu hoe ik in het leven sta. Ik weet nu, ga steeds meer zien hoe God over mij denkt. Als een volwassen zoon. Alles is klaar. Dus jij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar jij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba Vader. En denk erom, de keus in vers 14 is een keus. Jij kan kiezen om door de geest van God geleid te willen worden. We hadden het net over leiding. Of het is niet toevallig geweest, bijvoorbeeld. God werkt alleen via zijn woord. En niet buiten zijn woord. Nooit en te nimmer. Altijd in Gods woord alleen. Anders is het hek van de dam. Dan kan je overal wel dingen van God inzien. En dat zien we in de evangelische gemeente soms ook. Ja, dat je een openbaring krijgt of die heeft wat van God ingegeven gekregen. Het zal wel. Maar de Bijbel, nu, Gods woord is compleet. Paulus zegt, ik heb het woord van God vervuld. Dus het staat hier allemaal opgeschreven. En dat is hoe hij met mij communiceert. Dat staat er ook. Vers 16. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zie, zijn geest getuigt met mijn geest. En dan vers 17. Indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wij zijn Christus erft en wij zijn mede-erfgenamen. Christus heeft, wat heeft hij georven? Ja? Hij zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. In Hebreeën hebben we vorige keer ook gezien, hij heeft geërfd het totale universum, hemel en aarde. Het staat onder zijn heerschappij. We zien dat nu nog niet. En dat, daar zijn wij nu het lichaam van Christus voor bestemd in de toekomst, om daar te gaan regeren. En wij zijn dus, zullen met hem erven daar. Dat is niet te geloven. Jij erft met de Zoon, erven wij met hem alles. Dat is onze positie, hè? En dan, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Het lijden, dat hoort bij het leven van een gelovige. En dat is reeds nu. Want Christus heeft ook geleden, ja. En hij zei toen al, denk niet dat er een slaaf boven zijn heer staat, hoor. Als de meester zal lijden, zullen zijn volgelingen ook lijden. En dat is door alle eeuwen heen zo. Denk aan de grote profeet Jeremia, die werd in een kalkput gegooid. Denk aan Elia, noem ze allemaal maar op. Als je voor de waarheid gaat staan, voor de waarheid van de Bijbel, dan word je vervolgd. Maar uiteindelijk, we zullen ook met hem verheerlijkt worden. Oké, we gaan terug naar Galaten. Dus daar eindigt hij het zoonschap ook mee, dus in Galaten.
Kijk, je kan ook even naar Galaten 5 gaan. In dezelfde brief van de Galaten. De Galaten, wat is het centrale thema in de brief van de Galaten? De wet. Dat de gelovigen zich onder de wet begeven. We hebben net Romeinen gelezen. En in Galaten zegt hij in 5 vers 18 ook. Indien gij door de geest geleid wordt. Zie je, indien gij door de geest geleid wordt. Zo zijt gij niet onder de wet. Nou, dus wij kunnen met God samenwerken nu. En ook straks in de toekomst zullen we met Christus regeren. Maar indien gij, dus je maakt een keus. De Galaten hadden een keus gemaakt en die gingen onder de wet. Vanaf dat moment werden ze niet meer door de geest geleid. En dan zie je ook vers 20, 21. Zie je allemaal het resultaat van het verlaten van de genade. Terwijl ze bij de genade waren gebleven, zegt Paulus in vers 22. Dan zie je de vrucht van de geest. En dat is een keus die je maakt. Onder de wet was het gedwongen. Ja? Je moest het doen. Een zoonschap nu, wat doe je? Ik doe het uit vrije wil. En waarom zou ik nou vrijwillig de Heer gaan gehoorzamen? Nou, mensen kunnen heel erg gemotiveerd worden door iets wat ze heel graag willen. Of je kan door haat gedreven worden, je kan door liefde gedreven worden. De motivatie voor ons is toch de liefde van Christus. En hoe weet ik die liefde? Dat is de liefde van de waarheid. Ik weet dat Christus wat hij voor mij aan het kruis gedaan heeft. En Paulus openbaart dat ten volle. En dat is de motivatie om de keus te maken om hem te willen dienen. Nou, de Galaten in vers 4, hoofdstuk 4, gaan we terug naar vers 8, zegt Paulus. Dus vers 7 zie je, zo zijt gij niet meer een dienstknecht, niet onder de wet, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zijt staat elke keer zijt, hè? Niet worden, je bent het al. Ik sta drie keer zijt in dit vers. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht. Dus ik ben niet meer een dienstknecht onder de voogden en verzorgers, onder de wet. Nee, maar een zoon. Dat is wie ik ben. Zo ziet God jou. En dan kan je wel zeggen, ik kijk in de spiegel, ja, ik heb niet altijd zo geleefd als een zoon. Nee, maar je bent het wel. Je bent het. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus. Het is allemaal door Christus. Maar dan zegt hij tegen de Galaten, maar toen, als gij God niet kendet, diendet gij degenen die van nature geen goden zijn. En nu, als gij God kent, ja, veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van voren aan wil dienen. Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Dus ze hebben Paulus verlaten, want de Galaten is een gemeente, dat zijn gemeenten, hè? Het is een streek met allemaal diverse Lystra, Derbe, dat lag allemaal in Galatië, die plaatsen. Dat was allemaal in afgoderij. En Paulus heeft daar het evangelie gebracht. Kijk, nu kom je over in elke plaats waar je komt. Nou zie je sowieso al een kerktoren, meestal van een Rooms-Katholieke kerk. Want die zit bijna overal wel. Maar of je ziet ook een andere kerktoren. Maar overal is de naam van Jezus Christus genoemd. Dat wordt kalft wel steeds meer af. Want je spreekt nu soms, wat hoor ik dan wel eens, dat de mensen die zeggen, Jezus, wie is dat? Dat is ondenkbaar. In mijn tijd, toen ik jong was. Het was ondenkbaar. Iedereen wist wie Jezus was. Iedereen wist wie Mozes was. Iedereen wist dat. Maar dat zie je. Dat wordt steeds minder. Maar dat was de situatie. De heidenen leefden gewoon in afgoderij. En dat was de situatie van de Galaten, ja. Je ziet hier. Maar toen als gij God niet kendet. Er was een tijd dat de Galaten God niet kenden. Ja, inderdaad. Dat was voordat Paulus kwam. Ze hadden God wel kunnen leren kennen natuurlijk, als Israël zijn werk had gedaan, of ze waren ook naar de synagoge gegaan en ze hadden het Joodse geloof aangenomen. Ja? Dat was toen de manier voor de heiden om gered te worden. Dan moest je naar de Jood toe, want dat was het volk van God. En die hadden de tempel, want ja, je moest wel de offers doen, hoor. Je moest wel naar die feesten. Want dat was de voorwaarde om verzoening voor je zonden te krijgen. Ja? En als je dat niet deed, ja. Dus dat was hoe het moest.
Maar buiten dat, ja, als je dat niet... Dan ken je God gewoon niet. Dat wil zeggen, persoonlijk, zoals wij hem nu kennen. Wij kennen hem door de Zoon. Dan ben je gered, dan ken je God persoonlijk. Nou, zij hebben in die tijd wel goden gediend. Ja? Maar kijk, als je even mee naar Efeze 2 gaat, want je ziet in deze verzen, maar toen en nu staan. Zie je dat? Maar toen en nu. En dat is bijzonder, want dat kan je op twee manieren gebruiken. Als je kijkt in Efeze 2, dan zie je dat Paulus spreekt over in vers 1 dat zij waren dood door de misdaden en zonden. Dat waren de Efeziërs, ook heidenen. En dan zie je in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de oosten van de macht der lucht. Ja? Dat was eertijds. Ja? Dat zijn mensen die zijn geboren, je wordt geboren en je bent een zonde. Romeinen 5 vers 12. En dan zie je vers 3 ook, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben. En dan zie je vers 4, dat was de positie van de Efeziërs gewoon, die zijn in zonde geboren. En in vers 4, maar God die rijk is in haar barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel. Dan zie je dus dat hij zegt, ja, jullie waren eertijds, in zonde ging je verloren, maar nu, je bent gelovig geworden, ben je in de hemel gezet. Dat is de positie die je hebt als gelovige. Maar als je naar vers 11 gaat, dan zien wij ook nog iets staan dat heeft te maken met, en dan komen we met de bedeling in aanraking. En de gelaten, die zijn gelovig geworden door de bediening van de apostel Paulus. En dan praten we over een andere tijd, over de bedeling der genade. En dan zie je hoe de heidenen, hoe gelaten toen de tijd voor Paulus waren. Kijk, daarom, vers 11, gedenk dat gij die eertijds, ja, dat is toen, eertijds toen, in het verleden, heidenen waart in het vlees en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees die met handen geschiet. Dus de Joden noemden hun, ja, dat is de vooruit, dat zijn de onbesnedenen, dat zijn die afgodendienaars. En kijk, dat gij, heidenen, in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden, der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Hé, hey, de heidenen waren dus zonder God in de wereld. Israël, dat was Gods volk. Heidenen waren zonder God, zonder hoop. Toch dienden zij goden. Dus wat voor goden waren dat? Afgoden. Zij dienden afgoden en niet de ware God. En in vers 13, maar nu, zie je ook weer, maar nu, Efeziërs, maar nu, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waard, nabij geworden door het bloed van Christus. Zie je dat? Als je terug naar Galaten dan gaat, Galaten 4, dan zien we dat ook staan, in vers 8, maar toen, als gij God niet kendet, wanneer was dat bij de Galaten? Dat was voordat Paulus daar kwam, kenden ze God niet. En ze waren zonder God, maar wat hebben ze gedaan? Ze dienden wel goden die van nature geen goden zijn. Gewoon afgoden. En nu, als gij God kent, wat is dat? Ja, ze zijn gelovig geworden. Nu zijn ze het lid van het lichaam van Christus. Onder de bediening van de apostel Paulus hebben zij God leren kennen. En dan zie je, dan gaan zij terugkeren tot die zwakke en arme beginselen. Nou, zij dienden het, ja? Als je ziet het woordje dienen, hè? Zij hebben dus gediend. Heidenen, toen, maar nu nog steeds, dienen allemaal goden. Want kijk maar in het heidendom, als je ook in een of andere stam ontdekt, ze hebben allemaal iets wat ze aanbidden. Zie je dat? Dus ze hebben allemaal, ieder mens heeft een religieus besef, zit gewoon in hun. En dan willen ze God dienen. Dat zijn religies, dat zijn godsdiensten. Dienen van, ja, je hebt dienen van goden, nee, je hebt dienen van God. En aan wie was de dienst van God gegeven? Aan Israël, dat is één God, de ware God. Maar je hebt ook dienen van goden, en dat waren de heidenen. En dat hebben de heidenen altijd gedaan, maar wat hier vooral staat, zij dienden goden, die van nature geen goden zijn. Dus het is 100% heidenen zijn allemaal dienen afgoden. Buiten God dienen ze wat anders. Dat zie je overal. En dan zegt men, ja, ik nu ook, ja, ik ben atheïst, ik geloof nergens in. Nou, dan geloven ze toch wel ergens in, hoor. Dan geloven ze in zichzelf.
Maar waar geloven ze dan in bijvoorbeeld? Dan vraag me hoe de wereld ontstaan is. Dan is het, gaan we mee naar Romeinen 1 vers 20. Dan zegt men evolutie bijvoorbeeld, ja? Is dat geen geloof? Is dat geen geloof? Ik bedoel, ze zeggen dat het bewezen is, maar het is nog nooit bewezen dat evolutie klopt. Is niet bewezen, totaal niet. Dus als jij gelooft in iets wat niet bewezen is, hey, dan geloof je niet, toch? Want je kan het niet bewijzen. Het is een geloof. Het is gewoon een religie. Dan heb je het over moeder aarde, bijvoorbeeld dat soort dingen. Maar kijk, hoe is dat gegaan in het heidendom? Romeinen 1 vers 20, in vers 19, overmits hetgeen van God kennelijk is, kijk, in hen openbaar is. Iedereen in de wereld, het is in hem geopenbaard dat God bestaat. In hen. Dus dat staat niet eens aan de buitenkant, van binnen, ze weten het. Want God heeft het hun geopenbaard, want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Zie je het? Dus ze weten dat God bestaat en daarom ze zijn niet te verontschuldigen. Iedereen kan zeggen, ja, ik weet het niet, nee, hij bestaat niet, of nee. Nee, iedereen weet dat hij bestaat. Ze zijn niet te verontschuldigen, omdat zij God kennende, hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Ja, zich uitgevende voor wijze zijn ze dwaas geworden. Van de week zag je dus, er is nou, hoe heet dat ding? Die is ons zonnestelsel uitgevlogen, naar richting... Heb je het gehoord van de week? Van de NASA, die is in 1977 gelanceerd. Een of andere, het is geen satelliet, een ruimtevaartuig. En die is nu ons zonnestelsel uitgevlogen. Die is al, hoeveel miljard? 60 miljard kilometer vandaan geloof ik. En hij blijft maar doorgaan, hè? En dan, ja, de grote ontdekkingstocht. Maar de NASA ook, hè? Die is in het leven geroepen. Het is allemaal om te ontdekken of er leven is. Ja? En dan vinden ze geweldig dat hij nou daar vliegt. Ja, ik vind het zonde van het geld, hè? Met een gouden LP, ja, een langspeelplaat. En dat staat ook in het Nederlands voor de buitenlandse eventueel bewoners die er zijn. En dan een welkomstboodschap. En dan denk je, uitgeven voor wijze zijn ze wel dwaas geworden. Men gelooft dat gewoon. Dat is onvoorstelbaar. Dat is de situatie. Maar kijk, wat hebben de heidenen gedaan? Hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierte. Nou, als je nou naar de evolutie kijkt, hè, waar begint het dan mee? Met kruipende gedierte, toch? En dan viervoetige dieren en gevogelte en dan komt uiteindelijk de mensheid voort. Dat is de evolutie. Dat zegt hij hier al. Ze hebben de gedaante van God dus daarin veranderd. In de gedaante van een os die gras eet, zegt de psalmist. Kijk naar Egypte. En met Israël, toen ze uitgevoerd werden uit Egypte, wat deden ze? Een kalf. Beeld van Satan. En dan zie je in vers 24, daarom heeft hen God ook overgegeven. Kijk, dus zonder God, wat gebeurt er dan? Dan hebben de begeerlijkheden hun harten tot onreinheid om hun lichamen onder de kanden te onteren. En dan, als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper die te prijzen is in de eeuwigheid. Amen. Ze hebben de waarheid Gods veranderd in de leugen. En waar gaat het om? Het schepsel te eren en te dienen. Zie je dat? Het schepsel. De heidenen hebben afgoden gediend, staat daar. En als je iemand dient en eert, wat is dat? Het is aanbidden. En wat, kijk maar in de wereld om je heen, hè? Zie je al die religies, die doen allemaal aanbidding van afgoden. Ja? En Satan, zo meteen een grote verdrukking, hebben we net in het eerste gedeelte gezien, die zal er zitten als de leugen. En wat gaat men doen? Hen aanbidden, want als je hem niet aanbidt, krijg je dat merkteken niet. Iedereen die hem aanbidt, staat er in een openbaring, krijgt het merkteken. Hier zie je dat, dat is uiteindelijk het ultieme, de climax zeg maar, van de strijd dat hij daar zal zitten. En dat is wat de mens doet, ja. Hier zie je religie. En wanneer is begonnen de religie? Kain en Abel. Daar begon het mee. Kain, die doodde zijn broeder, want zijn offer
werd niet aangenomen. Dat van Abel wel. Waarom werd het van Abel wel aangenomen? Dat was een offer van bloed. En dat was wat God wilde. Kaïn die deed gewoon het werk van zijn handen. En dat, wat is religie? Religie is een systeem om mensen in slavernij te houden. En dat zij doen dat jij gaat doen wat zij zeggen. En religie is in feite gewoon een systeem waarin jij dus komt in een systeem van dingen allemaal doen om geaccepteerd te worden door God. Dat is waar het allemaal om gaat. Kijk maar naar islam, boeddhisme, jodendom, christendom ook. Je moet dingen doen en dan zal God je accepteren. Maar het ware geloof is niet zo. Wij dienen God in de geest. En wij weten, ik ben geaccepteerd door God. Ik ben volmaakt, ik ben heilig, ik ben in zijn zoon. Ik hoef niet meer geaccepteerd te worden. Ik ben het al. En daarom, vraagt God ook, ga dan ook in die positie wandelen. Niet om geaccepteerd te worden, maar omdat je bent reeds geaccepteerd. Precies de omgekeerde volgorde. Maar hier zie je het heidendom, ja, dat is religie. Nou, kijk maar mee even in Psalm 15. Ik zeg het niet goed, Psalm 115. Psalm 115. Wat is een afgod? Nou, daar zie je heel mooie beschrijvingen van. Jesaja spreekt er ook over, die gaan we allemaal niet lezen. Jeremia spreekt er ook over. Maar hier zie je het mooi beschreven, Psalm 115. Vers 2. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is nu hun God? Onze God van Israël is toch in de hemel. Hij doet al wat hem behaagt. En nou de goden van de heidenen. Hun lieden, afgoden, zijn zilver en goud, het werk van des mensenhanden. Zij hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Oren hebben zij, maar horen niet. Zij hebben een neus, maar zij rieken niet. Hun handen hebben zij, maar tasten niet. Hun voeten, maar gaan niet. Zij geven geen geluid door hun keel. En dan, dat die hen maken, hun gelijk worden. En al wie op hen vertrouwt. Ja. Men is ook gelijk aan die afgoden. Afgod die kan niet horen. Afgod kan niet zien. Ja, dus ze zijn, dat weet men. Ja, het gaat ook om de kracht die erachter zit. Iedereen die voor die beelden buigt. Ja, of je nou katholiek bent of een andere religie. Iedereen weet wel dat het beeld niet kan zien, toch? En dat hij niet kan horen. Maar je wordt gelijk aan hun. Dat klopt inderdaad, ja. Want wat weet men van Gods woord? Men geeft zich uit voor wijze, maar ze zijn dwaas. Want Gods woorden kunnen ze niet verstaan. Ze zien het niet, ze weten het niet, ze horen het niet. Ze weten helemaal niks. En dat komt, er zit natuurlijk iets achter, die afgoderij. En dat is natuurlijk de boze, Satan. Ja, dat is, als we naar 2 Korinthe 10 gaan. 1 Korinthe 10, vers 19. 1 Korinthe 10, vers 19. En daar, het gaat mij hierom om te laten zien waar die gelaten uit vandaan kwamen, ja. 1 Korinthe 10 vers 19 en 20, daar zie je het staan. Dat is nou de heidense godsdienst, de afgoderijen. Wat zeg ik dan, dat een afgod iets is of dat het afgodenoffer iets is? Nee, dat eten is gewoon, dat zegt hij tegen de gelaten, tegen de Korintiërs, ja. Want die afgoden, die offers hadden ze geofferd in een tempel, een afgods. En dan denk ik, ja, mag ik dat nou wel eten? Het is geofferd uit een. Het ligt in een slagerij. Dat is net je bot. Je gaat naar een slagerij van een halal slager noemen. Kan je dat vlees nou wel eten? Is dat dan niet besmet? Weet je wel? En Paulus zegt, dat vlees is gewoon goed. Mankeert niks aan. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Weet je wanneer het fout is? Als jij gaat deel hebben in die. Religieuze uitoefening in die tempel en daar gaat aanzitten, dan maak je deel uit van de aanbidding van de duivel. Dat moet je natuurlijk niet doen. Maar als later het vlees daar ligt, dat vlees blijft gewoon vlees. En dan geloof je dat niet, dat is bijgeloof. En dat wil hij tegen de Korinthiërs zetten. Zeg, die zaten met die tempel en die afgoderij. Ja, wat moeten wij nou hiermee? Kunnen we dat nou wel eten? Misschien worden wij dan ook wel bezeten of wat dan ook. En dan zegt Paulus, nee, kijk, het afgoden of er is niks. Maar kijk, ik zeg, hetgeen de heidenen offeren, zij de duivel offeren en niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker des heren niet drinken en de drinkbeker de duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn de tafel des heren en de tafel de duivelen. In die kerk daar, die daar staat, staat ook een tafel. Ja? Dat is het, welke ook, als van God afwijkt,
Alles wat afwijkt van de aanbidding naar de God van de Bijbel, is afgoderij. En hij zegt, ik wil niet dat jullie gemeenschap hebben. Dus wijk af daar. Dus dat, ik had gisteren dus ook bij mij de dominee in de gemeente, of in mijn woorden, bij mij in de winkel, in de showroom. En toen kreeg ik het natuurlijk over de dienst. Toen heb ik ook gezegd, hoe kan jij nou, ja, daar samen in het park een bijeenkomst houden? Ja, nee, maar zus en zo, ze zijn allemaal in Christus. Nee, dat kan je niet zo zeggen. Dus, nou goed, allemaal rechtvaardigmakingen, waarom dan wel? Ik zeg, nee, alleen iemand die gelooft in Christus, die voor zijn zonde is opgestaan, voor zijn rechtvaardigheid, daar kan je zeggen, die is in Christus een broeder van mij. Dus, was wel grappig, want hij kwam ook wat lak halen. Toen zei hij, wat kost dat? Ik zeg, nou, ik zeg, dat krijg je van me. Ik zeg, maar onder één voorwaarde. Als jij morgen vertelt, Johannes 14, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik hoop dat hij het doet misschien. Weet maar nooit. Maar goed, dat was wel grappig in ieder geval. Maar ik zei dat natuurlijk in verband met wat hier staat. Ja? En kijk in 1 Korinthe 12. Daar kwamen zij vandaan, 12 vers 2. Dit zijn de Korintiërs, dat was in Griekenland. Gij weet dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heen getrokken, nadat gij geleid werd. Ja, die afgoden zijn stom, maar het gaat erom wat erachter zit. En dat zijn de duivelen. En dat is waar de Galaten uit vandaan kwamen. Nou, en als je dan kijkt, denk bijvoorbeeld aan Paulus die in Handelingen 14, hè. Dan komt hij op een gegeven moment, ik geloof dat het Lystra was. En dan willen ze toch gaan offeren. En dan denken ze dat Paulus spreekt, is Mercurius en Barnabas is Zeus, ja. Dat waren afgoderijen, afgoden. Dat is in Handelingen 16. En dan willen ze gaan offeren en ze denken dat Paulus en Barnabas goden zijn. Dus toen werden ze op een schild gehesen. Dat zijn goden, die zijn uit de hemel gekomen. En dan gaat Paulus gaat vertellen, nee, wij zijn maar mensen. En dan gaat hij Christus verkondigen. Maar weet je wat er toen gebeurt? Toen werd hij gestenigd. Dus van het ene moment ben je een held en dan kom je met de waarheid. Met nee, het gaat om Christus. En toen werd hij gestenigd. Dus, zo kan dat gaan, hè? En dat is de situatie. Dus als we terug naar Galaten gaan. Kijk, en uit die wereld... Galaten, dus Lystra, Derbe, we hebben het nou niet gelezen, maar lees het thuis dan maar. Dan zie je dat gebeurt. Dat zijn de Galaten waar hij aan schrijft. En die Galaten hebben daar dus niet aan meegedaan. Misschien hebben ze het wel gedaan en zijn ze later gelovig geworden. Maar die komen uit die contrijen. En tegen hun schrijft hij. Die zaten in die afgoderijen. En dan zegt hij in vers 9. En nu... Dat is nu, waarin we nu leven in de bedenende genade. Gij God kent, ja, veel meer van God gekend zijt. Maar nu, ja, het woordje maar nu komt zo vaak bij Paulus voor in de Bijbel. Ik ben eigenlijk in de verleiding om het allemaal te gaan doen, maar in Romeinen 3 spreekt hij over maar nu. In de Colossenzenbrief spreekt hij over maar nu. En heeft het allemaal over, als je het woordje begint, als je een zin begint met maar. Dat ken je toch wel eens, dat iemand zegt, ben je het met me eens? Ja. Maar, met andere woorden, is hij het dus niet met je eens. Want als je eens bent, dan zeg je gewoon ja. Maar dan niet daarna, maar. Dan weet je, oh, nou komt er wat. Dus als Paulus zegt, maar nu, dat betekent dat het is in tegenstelling voor wat daarvoor is. Ik ga toch even met jullie naar Romeinen. Ja, Romeinen 3. Het is belangrijk, ja, om dat te begrijpen dat die twee woordjes een hele diepe betekenis hebben. Als jij maar nu intypt in je online Bijbel of op de computer of op internet met maar nu in de Bijbel. Nou, er staat heel veel keren maar nu ook in het Oude Testament. Maar dan gewoon in een gewone betekenis, niet bijzonder. Maar als Paulus zegt in Romeinen 3, vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Dan is er iets, hé, dat is iets duidelijk anders als in het verleden. Want nu zegt Paulus, wij zijn niet onder de wet. Dat was toen. Maar nu, hoe wordt de rechtvaardigheid nu aan de mensen toegerekend? Niet omdat jij naar de tempel gaat en gaat offeren.
Of dat je gelooft dat Jezus is de Messias van het volk Israël en is opgestaan uit de dood. Nee, het is het geloof van Jezus. Dat wordt aan iedereen aangeboden. Maar er is geen onderscheid. Er is geen Jood tussen een Jood. Geen onderscheid tussen een Jood en een Heiden. En het geloof is puur. Christus stierf voor je zonde en is opstaan voor je rechtvaardigheid. Punt. Niet maar. Je moet dan gedoopt worden. Nee, punt. En dat is maar nu. Je ziet hier, toen en nu. Het is een andere tijd aangebroken. En dat is de bedeling waarin we leven. Als Paulus dat zegt, heeft het daar altijd mee te maken. Kijk in 6 vers 22. Nou, die sla ik even over. Ik wil even met jullie door naar... Die kan je ook opschrijven voor jezelf. Vers 6. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet. Zie je dat? 7 vers 6. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet. Ik zie dat iemand binnenkomen. Maar zie je er staan, ik ben vrijgemaakt van de wet. Dat is bijzonder. Dat heeft ook weer met maar nu te maken in de bedelende genade waarin wij nu leven. Zie je het? Nou, er zijn nog een aantal voorbeelden, je kan het opschrijven. Romeinen 16 vers 26, daar zit het toch in de Romeinenbrief. En dan gaan we weer verder. Romeinen 16 vers 25. Hem nu, die machtig is u te bevestigen. Te bevestigen, te versterken. Naar mijn evangelie. Dus het goede nieuws wat Paulus verkondigt, zegt hij, dat is hetgene wat ons nu bekrachtigt, versterkt. En de prediking van Jezus Christus, hoe? Naar de openbaring van de verborgenheid die van de tijden der eeuw verzegen is geweest. Dus met andere woorden, wat Paulus verkondigde, zei dat evangelie wat hij opschrijft, goede nieuws van Christus. Dat was altijd verborgen, staat hier van de tijden der eeuw. Niemand heeft het ooit verteld. En dan staat in vers 26, maar nu geopenbaard is. Zie je, maar nu, dus toen... Niemand die het van wist, vanaf de schepping, niemand heeft erover gehad. En dan zegt hij, maar nu geopenbaard is. Zie je? Hij zegt, toen dus niet, maar nu is het bekend geworden. En door de profeet, enzovoort, enzovoort. Nou, we gaan gauw terug naar Galaten. Dus je ziet, let op die woordjes van eertijds en maar nu. Dat heeft in de brief van Paulus heel vaak te maken met die betekenis van dat aan Paulus... Een evangelie is geopenbaard, Christus die verborgen was, en dat nu, waarin wij leven in deze tijd geopenbaard is. En dat is waaruit wij leven. Nou, en uit horen te leven. Nou, dan zegt hij in vers 9, als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme en eerste beginselen, welke gij wederom van vooraan wil dienen. Dus zij zijn door God gekend. Wat bedoelt hij daar nou precies mee? Nou, verlosten. Kijk, in vers 8 zie je, toen waren zij nog, kenden zij God niet, zaten zij nog in de afgoderij. Vers 9, kennen zij God. Ze zijn gelovig geworden. Hoe? Door de apostel Paulus, want de Galaten, Paulus heeft hun daar het evangelie verkondigd. En toen hebben zij God leren kennen, daar staat Paulus zich nog, veel meer door God gekend zijt. Waarom zegt hij dat? Nou, er is toch geen mens die God zoekt, of wel soms? Hebben wij het allemaal aan onszelf te danken? Nee. God heeft mij opgezocht. God heeft de wereld opgezocht. God heeft het evangelie aan de apostel Paulus gegeven. En Paulus is gaan verkondigen. Maar bij wie is het initiatief geweest? Bij de mens? Nou, wat geen oog heeft geopenbaard, oor heeft gehoord, of hè, datgene wat God bereid heeft. Niemand. Kijk naar het heidendom. Kijk maar allemaal of ze met een verlossingsplan zijn gekomen zoals God dat heeft geopenbaard. Niet één godsdienst in de wereld kent dat. Heeft dat. Dat jij het niet hoeft te doen, maar dat God zelf het voor jou heeft gedragen. Er is geen godsdienst in de wereld die dat vertelt. Dus God heeft het initiatief genomen. En door hem, dankzij hem, inderdaad. Is het dan zo, het is allemaal bestuurd? Nee. Het evangelie. Ik weet dat God bestaat. Ik wist dat ik verloren ging. En ik wilde die God van de Bijbel leren kennen. Uiteindelijk. Ik wist op deze manier ga ik verloren. Dat wist ik. En waarom de een dat wel doet en de ander niet, weet ik ook niet. En dan ga je op zoek en dan tot een broer of een zus jou het evangelie vertelt. Want God werkt via het lichaam van Christus. En zo
worden wij gered. En door Gods woord uiteraard natuurlijk. Juist door Gods woord. Maar hij zegt door God gekend zijn, maar dan komt het. Hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen? Hij noemt hier zwakke, arme beginselen, die ze weer willen gaan dienen. Hebben zij eerst de wet gediend dan? Nee, Paulus, ze zaten in de afgoderij. Ze dienden het goden. Was dat een godsdienst? Ja. Dat was dienen van afgoden. Nu zegt Paulus, jullie zaten daar, jullie zijn nu door God gekend, jullie zijn geloof geworden, door de boodschap van genade. Hij zegt, en ga jullie nou weer, zegt hij weer, terug naar die zwakke en arme eerste beginselen? Wat zie je nou staan, wat er niet staat? Hoe zeg je dat? Ja, soms moet je tussen de regels doorlezen. Iemand kan iets zeggen, of iets niet zeggen, en daarmee juist wel iets zeggen. En dan zie je hier, dat afgoderij, dat is ook dienen, ja, van goden. De wet is dienen van God, toch? Maar allebei is het dit systeem. Als dan. Waar of niet? Gaan we naar de alle andere godsdiensten. Het is allemaal. Het is een systeem gebaseerd. Je moet dingen doen om door onder de wet om door God geaccepteerd te worden. Maar onder de afgoderijen om door die goden geaccepteerd te worden. Dan zie je, dan doen ze ook offers. Ze moeten dit, ze moeten dat. Het staat ook vol met regels die je moet doen en niet doen. Want ja, vers 10, dagen, maanden, tijden en jaren. Nou, denk aan de islam bijvoorbeeld. Die hebben toch ook hun dagen en maanden. Ze hebben een vaste tijd van zoveel dagen. Ze moeten 5 keer per dag bidden. In het jodendom moet je ook dit doen. En daar heb je het ook met eten. Je mag dit niet eten. Islam, jodendom mag je geen varkensvlees eten. Dat zijn allemaal geboden en inzittingen. En als je het niet doet, je moet het doen, want anders. Dus het zijn inzittingen. En dat noemt Paulus de eerste beginselen van de wereld. Maar weet je wat hij nou zegt? Wat hij zegt? Dit zijn de eerste beginselen van de wereld. Maar dit in de bediening der genade ook. Nee. Dat is wat. En dat noemt hij zwak en arm. Zwak. Zwak. Dus die beginselen van afgoderij. Ja, die zijn zwak en arm. Daar ga ik volgende keer over hebben. Nou geen tijd wat dat inhoudt. Maar wat zegt hij van de wet? Is ook zwak en arm nu. Ja. En daarom noemt hij de gelaten in hoofdstuk 3. Uitzinnig. Gij uitzinnige gelaten. Wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zou gehoorzaam zijn, terwijl Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruisigd zijnde? Ja. Je ziet hier, allebei noemt hij de eerste beginselen. In Gods ogen, let op hè, nu. Nu, in de bedeling der genade noemt hij dat zo. Niet voordat Paulus kwam hoor, denk erom. Denk erom dat Israël niet van zou zeggen, het zijn arme en zwakke beginselen. Maar nu in de bedeling der genade, onder de prediking van het evangelie van Gods genade, is God gaat terug, dat is, de wet is aan het kruis geslagen. En het is arm en zwak. Het kan ons niet meer bekrachtigen, kon het sowieso niet. Maar we hebben nu de vergeving door het bloed van de Heer Jezus Christus. En het laatste tekst, dat is Galaten 1. En dan gaan we volgende keer mee verder. 1 vers, wat is er gebeurd met de Galaten? Ik, vers 6, ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft. Zie je, dat was Paulus, heeft hun in de genade geroepen. Hij heeft hun het evangelie verkondigd en dan kan je het aannemen of niet. Met het evangelie roep je mensen. Dan zijn ze overgebracht tot een ander evangelie. Daar er geen ander is, maar er zijn sommigen die u ontroeren. Heb je het weer, hè? Net zoals de 2e Thessalonicense brief. Ze zijn verschrikt of ontroerd, omdat ze komen in verwarring. Kijk,
die het evangelie van Christus willen verkeren. Doch al waar het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigden buiten hetgeen wij verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Dus als je teruggaat naar de wet vervloekt alleen maar. Maar wat waren de mensen, wat zijn de mensen die in de afgoderij leven? Die zijn ook in Gods ogen vervloekt. Dus wat zeg je hier? Als jij naar de wet gaat, voor God is dat één en hetzelfde. Daar moet je nagaan. Ach, wat maakt het allemaal uit? Toch? Dat even met Paulus. Maak je toch niet zo druk? Maak je toch niet zo druk erom, joh? Dat verschil. Het is toch veel leuker om in het park met z'n allen. Er zaten hoeveel stoelen stonden er wel niet? Een paar honderd. Het is toch veel leuker met elkaar? En dan praten we over bepaalde dingen wat minder. Doe dan niet zo moeilijk. Maar voor mij geldt niet wat ik vind, maar wat God vindt. En als die laat zien, als jij teruggaat naar de wet, is voor mij hetzelfde als dat je toen onder de afgoderij zit. Ook onder dat noemt hij allemaal eerste beginselen. Dus voor mij is het een hele serieuze zaak. Voor God is het een serieuze zaak. En dat waren met de gelaten. En daarom schrijft hij zo'n felle brief naar de gelaten. Want ze gaan terug naar de wet, terug naar de eerste beginselen, de wereld. En in Gods ogen is de wet nu absoluut niet. Het is absoluut niet wat God wil. Gij onderhoudt dagen en maanden en jaren. Nou, volgende keer gaan we zien. Maar weet je, onder de wet gaat het natuurlijk ook om de eigen gerechtigheid. En je komt onder slavernij. En dit is niet wat God wil. We zijn vrijgekocht door het bloed van de Heer Jezus Christus. En gaan dan ook in die vrijheid wandelen. En nou ja, ik wil niet hoogmoedig zijn. En dat mogen we allemaal niet zijn. Dat kan natuurlijk gezegd worden, je bent hoogmoedig, je schopt tegen anderen. Als dat zo is, dan bied ik mijn excuses aan, want dat wil ik absoluut niet. Want ik wil natuurlijk dat de evangelie van genade, dat iedereen die blijdschap van deze boodschap kent. Want dat brengt het, de vrucht van de geest. En als je daarvan afwijkt en je komt onder de wet, alleen al in Gods ogen, ben ik niet goed bezig. En de blijdschap van het evangelie, dat is wat God wil, dat iedereen dat leert kennen. Nou, en dat is wat God wil. Zullen we danken? Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dank u voor alles wat u voor ons aan het kruis gedaan heeft, Vader. Dank u, evangelie van genade, Vader. Het is zo'n mooi evangelie. Vader, dat we ook, ondanks tegenstand soms, toch sterk mogen worden. En dat doet uw evangelie ook, om te blijven staan in deze waarheid. En niet te kijken naar de omstandigheden. En er zullen misschien best wel dingen zijn die we ook graag zouden willen zien. Naar de mens gesproken. Maar uiteindelijk, Vader, gaat het toch om dat wij u dienen, Vader. En volgen in wat geen u via de apostel Paulus tot ons zegt. En we danken u daarvoor, Vader. Want daardoor worden wij ook gesterkt in dat evangelie. En krijgen ook kracht naar de omstandigheden waarin we zitten. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Ja, dan gaan we het lied nummer... Vree. Welk nummer is het ook weer? Wie weet het nog? Thank you.
Na de Bijbelstudie gaan we altijd met elkaar nog zingen. Gaan we een nieuw liedje oefenen uit de bundel. En dat de volgende lied, dat komt, dat is ook niet, maar. Maar in ieder geval, dat horen ze dan wel. Zo willen we, er zijn heel veel liedjes in de bundel die we eigenlijk nooit zingen. En op deze manier willen we ons toch weer een beetje eigen maken. Dus daar.